geen naam. Jij hoeft geen naam. Nou springen de wind. Stromen die minnen aan. Lekker bij elkaar zitten. Oké, wil je het maar eens mee? Deze blijft voor jou zo. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. De belangrijke vertegenwoordigers van het tweetalig staan hier naast mij. En ik begin natuurlijk met de deugd. Dat zijn de leerlingen uit de eerste klas. En waarom heb ik die dan meegenomen? Nou, wellicht dat jullie straks een aantal vragen hebben over hoe kinderen uit de eerste klas ervaren om hier naartoe te komen. Dit zijn leerlingen uit de derde. En die kunnen Frans vertellen van hoe het nou eenmaal loopt als de eerste, tweede, derde klas. En die gaan het Cambridge in Frans doen op het eind van het jaar. Zesde klassen heb ik niet, want die zesde klassen zei, ja meneer, we hebben morgen elderweek, dus we moeten studeren. Dus we hebben gevraagd, oud-studenten, die op de universiteit zitten. Die vandaag, of HBO, die in ieder geval International Baccalaureate hebben gedaan, waar ik dadelijk van ga mee beginnen. En we kunnen het hele komen vertellen over u. Als uw zoon of dochter straks hier van school afgaat, dan heeft hij een diploma, wat je hier in de omgeving nergens kunt halen. Maar is dat niet te doen? Ja, dat kan. Ja.